De hectische, maar even smaakvolle afdronk van een succesvolle ronde van Frankrijk. Dit is daags na de Tour Boxmeer. Hier begint de ereronde voor alle nationale wielerhelden. Tijdens de rondjes om de kerk moeten ze een munt slaan uit hun populariteit. Tienduizenden liefhebbers zijn afgekomen op het criterium waar jong en oud op de foto gaan met bijvoorbeeld Dylan Groenewegen en natuurlijk Bauke Mollema. Beide renners wonnen een etappe en kunnen hun geluk niet op. Maar de grootste glimlach is misschien wel af te lezen op de gezichten van de renners van team Sunweb. De ploeg uit Deventer met veel Overijsselse inbreng won maar liefst 4 etappes en greep ook nog eens de groene en bolletjestrui. Voor Albert Timmer uit Hardenberg was het dan ook een geweldige tour. Wat hier vooral gewoon bijzonder is, was dat we en bergritten winnen en sprints en 2 truien hebben. Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En in dat opzicht is het wel een hele bijzondere ronde. Ja. Eigenlijk alles wat wij deden, dat lukte zo'n beetje. Ja, ook wel een paar dingen niet natuurlijk, maar het grootste gedeelte wel. En, ja, dan is een grote ronderij gewoon leuk. Het kan niet op voor de ploeg, want eerder dit jaar won Tom Dumoulin ook al de Giro d'Italia. Sunweb is misschien wel de meest succesvolle ploeg ter wereld op dit moment. Ja, dat is heerlijk, maar dat is sowieso, het is voor alles goed, voor de sfeer. Natuurlijk in de Giro zie je het al met Tom Dumoulin dat hij wint. En dat heeft toch een effect in de rest van het seizoen, denk ik. En ja, dat is supermooi. De overwinningen zijn natuurlijk ook wielerlegende Hennie Kuiper uit Denenkamp opgevallen. Monsieur Kuiper heeft 3 weken genoten van de Overijsselse ploeg van manager Iwan Spekenbrink. Een groene trui en een bergtrui, 4 ritten, dat is ja, echt geniet handen met volle teugen. Het houdt maar niet op hè, voor Sunweb, want het is ondertussen misschien wel de beste ploeg ter wereld. Ja, de nuchterheid en de aanpak. Ik denk, ze hebben dus keihard gewerkt en ze blijven met het beentje op de grond. En dat brengt hem wel heel ver. En zo simpel is het. Nuchterheid en samen kun je meer dan alleen. De sleutel tot succes. Ik kan niet echt oordelen wat er bij andere ploegen gebeurt natuurlijk. Maar wat bij ons is echt wel de nadruk op teamwork en samenwerken. En ja, het blijkt wel dat het wel, dat betaalt zich wel uit. En ja, het is wel een leuke manier om de sport te bedrijven. En zo evolueert het wielrennen meer en meer van een individuele naar een teamsport. Zo pleit Spekenbrink zelfs voor een huldiging van een hele ploeg op het podium na een etappenwinst. En ook de groene of roze trui zouden ze om de schouders moeten van bijvoorbeeld Albert Timmer. Zover wil hij zelf niet gaan, maar hij voelt zich wel degelijk een winnaar. Ik denk dat ik mezelf wel aardig goed ken en ik denk dat ik zelf nooit geen groene trui ga winnen en ik ga ook geen bolletjestrui winnen. En, maar ik ben wel heel goed in mensen ondersteunen en mensen helpen waar het nodig is. En ja, als hun winnen, dan win ik natuurlijk ook, want ik ben er wel onderdeel van. En dankzij mij hebben hun ook wel een beetje gewonnen natuurlijk. En dankzij de ploeg. Met de huidige hype lijken de hoogtijdagen van het Nederlandse wielrennen weer een beetje terug te keren. En dat proeft ook deze voormalig Olympisch en wereldkampioen. Ja, geweldig. Maar ja, dat is in het hele leven zo. Met economie en ook met de sport. Heb je bij Ajax gezien, de 3 keer de Champions League, wat toen nog de Europa Cup was. En dan kom je in een dal terecht en dan vecht je weer terug en dan komen weer successen. En dat is nu gelukkig ook in het wielrennen. Mooi. Ja jongens, daar gaat hij. Kom even, jij kan kijken. Kom. Hij geniet volop van alle aandacht. Hendrikus Andreas Kuiper. Zelf ooit 2 keer tweede in de Tour en natuurlijk 3 etappes gewonnen. Hij mocht gisteravond het startschot lossen bij het criterium in Boxmeer. Deze week moeten ze dus alle successen te gelden maken, die renners. En dat deed bijvoorbeeld ook Maurits Lammertink uit Enter. Hij maakte eerder deze maand zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. Werd uiteindelijk 70ste. En hij hoort nu tot de echte grote jongens. En de populariteit neemt toe hoor, want kijk eens, rijen dik stonden ze gisteravond in Brabant. Uiteindelijk 80 kilometer over 40 ronden. En we kregen natuurlijk die voorspelde winnaar Dylan Groenewegen. Zondag was hij nog de sterkste op de Champs-Élysées en gisteravond won hij aan de Spoorstraat in Boxmeer. Tom Dumoulin wordt uiteindelijk 3e. En zo prijkt er dus opnieuw iemand van Sunweb op het podium. Ook bij het rondje om de kerk. De goed gevulde prijzenkast van dit jaar is nu al een ongekende luxe. Sterker nog, de ploeg uit Deventer heeft na de roze, groene en bolletjestrui nog maar 1 tricot op de wensenlijst. Volgend jaar in Parijs.